Het televisiestation ATV, dat staat voor Algemene Televisieverzorging, bestaat vandaag 30 jaar. In dit kader is er een sober feest gevierd op het terrein van het televisiestation. Aanwezig waren de RVC en de directie van Telesuur en staf en personeel en vrienden van ATV. De rode draad door de speeches was dat ATV mee moet gaan met de nieuwe ontwikkelingen op IT en technologisch gebied. Het hoofd van ATV, Gino Koeman, verwoordde dit door aan te geven dat de kijker in controle is. Zij willen niet naar kanalen kijken, maar naar programma's of shows. Verder gaf hij aan dat de snelle ontwikkelingen met zich meebrengen dat de keuzemogelijkheden steeds groter worden. Wanneer ik nu naar ATV kijk op 12.1 en ik doe die televisie uit en ik doe hem na een minuutje weer aan, spreekt hij weer op 12.1. In de toekomst zal dat niet zo zijn. Je gaat een screenbar zien met verschillende programma's waaruit je kan kiezen. The future of television is not in apps. Op dit moment heb je toestellen en je hebt software waarbij je verschillende apps ziet waarop je kan klikken. Maar in principe, dat heeft onderzoek uitgewezen, is men niet op zoek naar apps. Men is op zoek naar programma's, naar personalities, naar shows, naar live reportages. TV watching is declining, while news watching is booming. Koeman zei dat een belangrijk hoogtepunt in de geschiedenis van ATV is dat ze het eerste station is dat in juli 2014 begon met digitale televisie. De voorzitter van de CEO's, Harvey Panka, stond stil bij het ontstaan en de ontwikkeling van ATV. Volgens Panka is dit station in de afgelopen 30 jaar uitgegroeid tot een toonaangevend tv-station in Suriname dat in vele opzichten de trendsetter is. ATV is een afdeling van het telecommunicatiebedrijf Telesuur. De waarnemend directeur Mike Antonius gaf aan dat bij de viering van 30 jaar ook naar de continuïteit gekeken moet worden. Want met al deze veranderingen doen we niets, dan is het risico aanwezig dat het bij 30 jaar blijft. En dat, zo sta ik er niet in. Dus we zijn begonnen met een aantal workshops. We hebben gekeken naar de mondiale ontwikkelingen. En de mondiale ontwikkelingen doen niet direct zijn intrede in ons land. Niet direct, maar geleidelijk aan. Sommigen wat sneller dan anderen. Maar je kan niet wachten op dat punt. Je moet vooruitzien. Je moet anticiperen. We zijn begonnen met het traject ATV Nieuwe Stijl. Ik ben net gaan kijken en geloof me, de mensen die in het project zitten, ze kregen wekelijks reminders van mij. Soms tot irriterend toe, maar als ik voor iets ga, ga ik er 100% voor. Mike Antonius, waarnemend directeur van Telesuur. Het hoogtepunt van de sobere viering van 30 jaar ATV was een introductie van de nieuwe studio. Leo Habers, die verantwoordelijk is voor de inrichting van de ATV-studio, gaf een uiteenzetting van de verdere plannen. De directie en het personeel van ATV bedanken u als kijker voor de kritische begeleiding in de afgelopen 30 jaar. U wordt ook gefeliciteerd met uw eigen station, ATV.